Yo, spelen jullie graag FIFA Ultimate Team en houden jullie van pakketjes openen? Ga dan naar de website van MMOROG.com. Gebruik de code KVNG bij je checkout. Dan krijg je 6% korting op al je mooie coins voor FIFA 18. Yeah! Yo, stiekemus. Het is Koning Stiekem en we zijn er weer met FIFA 18 Carrière Modus, de 9e aflevering. Het is even een tijd geleden dat we erin hebben geüpload, maar vandaag is hij dan weer. En zoals jullie weten, de vorige aflevering hadden we een verliespartij van 1-0 tegen VVV Venlo. En een winstpartij tegen Feyenoord. En we gaan nu deze aflevering 3 wedstrijden doen. De eerste is tegen Groningen in de beker. De tweede is tegen Heracles voor de Eredivisie. En de derde is tegen NAC Breda voor de Eredivisie. En dan is het de volgende aflevering, transferperiode time. Dus we knallen er nu even 3 wedstrijden gauw doorheen. En dan zie ik jullie bij de eerste wedstrijd. Dat is tegen Groningen voor de beker. Let's go, yeah. Yo, daar zijn we dan. Groningen-Utrecht voor de beker. Dit zou echt een hele mooie opstap zijn. Want zoals jullie zien, alleen PEC Zwolle en AZ en ik tegen Groningen moeten nog. PSV is door, zag ik. Heerenveen is door, die heeft Ajax uitgeschakeld. Dat is een grote club die uitgeschakeld. Dus we gaan er goed voor. Dus let's go. Oh, mooie aanname van Labiat. Ayupi. Door naar Kerk. Kan ik Kerk Dessus wegsturen? Ja, soort van. Dessus Kerk. Uithalen, penalty, scheids. Of nee, toch niet? Wow. Ik krijg helemaal niks van deze, hè? Dessus, ja. Oh my god. Dessus. Oké. Okay. Man. Hoe kan je deze missen? Wat een misper is dit, zeg. Jongen. Kerk, yes! Lekker dit! Hoppa! En we gaan weer verder met Stiekem Airlines. Paf! En we zijn weer onderweg. Holy shit. En ik neem dit heel erg vroeg voor jullie op. Het is nu op dit moment 7:30 in de ochtend. Maar het moet maar. En dan maak je zo'n doelpunt. En die is wel lekker. Die zit er wel heel fijn in. Mooi. Even inhouden. Zodat ze net even iets doorlopen en dan kan je hem gewoon lekker in de hoek rammen. Dus lekker doelpuntje dit. En het is rust. Het is echt niet lekker gegaan. Het begin van de eerste helft was lekker, maar daarna was het echt weer zoals vanouds, drama. Ik denk ik ga slijden. Ik denk hij loopt die kant op, maar dus niet. Urban Manuelsson. Oh, ook niet. Die mist de bal volledig. Jansen, Dumic. Hij is ook wel lekker bezig. Nee, is niks aan de hand, scheids. Nee, ik denk hij krijgt voordeel. Nee. You are an idiot. En dan krijg je zo'n goal tegen. Ik denk ik gooi hem omver en hij krijgt een voordeelregel maar. Ja, blijkbaar niet. Bij de troepé. Oeh, lekker. Ho. Labiat. Wat? Als die erin was gegaan, hè. Maar we gaan ondertussen even wat wissels er doorheen voeren. Bal kwijt nu al. Probeer de bal te koppen, maar die bal is nu al weg. Nee, echt niet! Oh is. Oké, check. Wat is dit? Nee, echt niet. Ik ga niet door zo'n foute bal. Wat ik totaal niet wou. Ik wou hem... gewoon naar mijn speler die dichtbij me stond. En hij speelt hem ineens gewoon echt random ergens anders. De wedstrijd verliezen. Echt niet. Voorslingeren. Nee! Nee, wat? Serieus? Nee! Ja, kijk hem rennen. Die braafheid, die is stuk. Ik ben blij dat ik de keeper heb. Maar als dit is... Niet echt fijn. Oh, die leek erin te zitten. Nee. Kijk dan, let op. Bats. En ik denk, nee, die gaat. Maar gelukkig zat hij aan de zijkant. Verdedigend sta ik niet meer goed. Op. Wat is dit dan weer, joh? Nee. Oké, dit is echt wel een hoofdpijn, dit. Maar goed. Zoals het er nu voor staat, gaan we naar de penalties.
Zeefuik. Kan je koppen. Zeefuik kan koppen. De laatste. Wat gaat hij doen? De laatste kans. Kali. Ayoub. Dessus. Yes! Hoe is dan? Oh, heerlijk. 1-2, geen penalties. Oh, dit is lekker dit. Ik denk, hier gaat het fout. Maar goed, mooi doorgespeeld. En strak langs een paaltje heen hoor. Oh, is. Mannen, daar is 120 minuten zijn daarvoor nodig. Hè? 120 minuten. Fluit maar af. 1-2. Heerlijk, we gaan door naar de volgende ronde. Met pijn, met moeite, met bloed, met zweet, met tranen, met alles wat er maar op zit. En maar ja, we gaan door dus. Let's go, ik zie jullie bij het hoofdmenu. Chip. Yo, daar zijn we weer in het hoofdmenu. Zoals jullie zien, de volgende wedstrijd is gelijk tegen Heracles Almelo voor de Eredivisie. We krijgen gelijk een berichtje van Urbie Emanuels, omdat hij er niet klaar voor is dat hij er toe is aan rust. Dat gaan we even regelen voor hem. En dan zie ik jullie weer bij het begin van deze wedstrijd. Dus we gaan gelijk van de ene naar de andere. Hop, klaar ermee. Want we hebben 3 wedstrijden deze aflevering. Dus we hebben haast. Dus let's go. Rustig. Yo, daar zijn we dan. Utrecht tegen Heracles Almelo. Heerlijke pot. En zoals jullie weten, Emanuelsen wou niet spelen. Ik heb op zijn plek staat Strieder en voor de rest is de opstelling nog gelijk. Emanuelsen zit wel op de bank, want ik heb hem wel nodig, mocht het zo zijn. Dat we fout gaan lopen. Maakt niet uit, op de hele linkerkant kan die jongen uit de voeten dus. Het is altijd handig om die erbij te hebben. En zonder rare frats gaan we gelijk maar beginnen. Want dit is de tweede wedstrijd van de 3. Dus even kijken of we deze winnend kunnen afsluiten. Labiat, Dessus. Ah, weer er niet tussen, kom op man. Oké, check. Nope. Come on. Oh, zo, laat ik me hier flink wegzetten. Nee. Jawel. 1-0 achter. Moet het dan zo moeilijk gaan deze aflevering? Moet het dan zo moeilijk gaan? Ik denk het wel. Ik denk dat elke wedstrijd deze aflevering moeilijk gaat worden. Nou, kom op. Nee, daar gaan ze weer. Daar gaan ze weer met Kuwas. Ja, Kuwas aan de bal. Die gaat ervoor slingeren. Niet eens. Duarte slingert hem ook voor. Die ook niet. Ja, nu wel. En dan sta je bijna 2-0 achter. Niet half. Half wel, half niet. Half wel, half niet. En dat was bijna 2-0. Maar we hebben steeds Jens op doel staan. En dat is echt een super keepertje hoor. Hij zit wel. Hoppa. 1-1. Zakaria Labiat. Wat een boos is dat. Wat een baas, jongen. Ho is. Dat is echt de man op het middenveld met samen met Ayoub. Maar het is sowieso ook een mooie paas. Mooie steekpaas. En dan mooi doorgelopen. En dan denk je toch op dat moment van... Oké, het gaat niet meer lukken. Maar alsnog hangt hij. Dus heerlijk. 1-1. Kijk dan. Hop. Dessus, ja hoor, lekker dit, 2-1, en als ik het zeg, dan gaat het gebeuren ook. Nee, het is niet, ik zeg Dessus, maar het is Dessus helemaal niet. Het is gewoon weer de grote baas, Zakaria Labiat. Ik dacht dat Dessus was, joh. Maar goed, zoals jullie ziet, heel rustig opbouwen, en dan heb je opeens een steekpaasje, en dan, hop, door de beentjes zelfs, door de beentjes bij de keeper. En dan staat het ineens 2-0. Lekker dit. Of 2-0. Zo, ik ga naar huis. Het staat gewoon 1-2. Goed verhaal. Lekker kort. Braafheid is gewoon op. Is gewoon moe. Dus even 2 wissels er doorheen rammen. En dan gaan we eens even kijken hoe we deze hoekschop gaan doen. Ja. Nee! Ik zou. Oké, dat is wel 3-1. Maar niet. Ik zie nog dat Brahim Dari er even in komt. Die brengen ze nog even. En de volgende hoekschop. En koppen. Nee. En dan moet ik nu oppassen voor de counter. Die gaat proberen iets te doen. Maar goed. 1-2. Heerlijke overwinning.
Maar het was wel weer. Het was wel weer wat hoor. Dat had ook de hele andere kant op gekund natuurlijk. En zoals jullie ziet, het is wel een redelijk gelijk opgaande wedstrijd dus. Deze overwinning is met danken aan Zakaria Labiat. Ik zie jullie bij het hoofdmenu, yeah. Yo, daar zijn we weer in het hoofdmenu en we hebben twee mailtjes. De eerste is van Urbie Emanuelsen die zegt, nou bedankt coach, je hebt me niet laten spelen, dit, dat, zo, zo, bla, 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 bla. En de kans bestaat dat er 7 spelers vertrekken. We kunnen dit gaan doen en dan skippen we de derde wedstrijd. Doen we de volgende keer de NAC Breda wedstrijd. Plus gelijk de transferperiode erachteraan. Ik denk dat dat het verstand is om te doen. En dan gaan we nu even kijken wie er weggaat. Maar goed, we gaan even kijken. Braafheid, die gaan we contract. Ah, hier, kijk. We gaan de verlenging van Braafheid gaan we delegeren. Ik ben de volgende voorwaarden overeengekomen. De rol binnen de selectie is belangrijk. Contract van 2 jaar. Geen ontslagclausule en een salaris van 12.500. Prima. Mooi. Die wordt verlengd. Urbie Emanuelsen. Wil ik ook verlengen. Gaan we ook delegeren. Oké, top. Voor 1 jaar. Prima. Die is ook. Ayoub gaan we zelf doen. Daar zit ik. Mooi aan mijn bureautje. En als het goed is, komt Ayoub binnenlopen. Met zijn zaakwaarnemer. Ja hoor, daar zitten ze met z'n tweeën. Nou, we hebben veel te bespreken. Laten we beginnen met de rol van Ayoub. En zijn speeltijd. Oké. Hij is een cruciale speler voor mij. Nou, gaan ze ermee akkoord? Nou, dat vinden ze geweldig. Daar hoopten we op. Mijn cliënt is tevreden met de rol die u hem aanbiedt. Top. Nou, over de duur. Hoe lang gaan we vastleggen? Ik wil hem 5 jaar aan me binden. Ik wil Ayoub nog 5 jaar bij de club houden. Maar hij knikt. Dus dat is misschien wel iets positiefs. Ik weet niet of je daar op moet letten, op het knikkende gebaar. Ja, mooi. Oké, top. Contractduur is 5 jaar. Daar zijn ze mee eens. Overweeg niet om een ontslagclausule in zijn contract op te nemen. Maar redelijk voor ze zouden we niet afwijzen. Ik wil een ontslagclausule van 20 miljoen in zijn contract. Oké, nou prima. We willen een ontslagclausule van 20 miljoen in het contract van Ayoub. Mooi. Nou, nu gaan we over het salaris. Zijn huidige salaris is 13.000. Jij krijgt van mij 20.000 en een tekenbonus van 10.000. Een salaris van 20.000, een tekenbonus van 10.000. En als je 15 doelpunten maakt, krijgt hij nog eens 40.000 euro. Dat is ook een redelijk aanbod. Dus op dit moment is de verlenging van Ayoub ook compleet. Dat is nice, dat is mooi. Hoppa, Ayoub is langer bij de club. Joosten hebben we ook nog, ja. Ho is, die gaan we ook nog even delegeren. Nou, 4 jaar. Patrick Joosten blijft ook nog 4 jaar bij de club. Nu we toch bezig zijn, dan doen we gelijk even verder naar beneden scrollen. En dan zien we David Jensen. David Jensen, die gaan we sowieso. David Jensen verdient op dit moment 8900 euro'tjes bij de club. En hij heeft een waarde van 6,5 miljoen. Dus die gaan we delegeren. En dan zeggen we hier, we gaan dit maximaal. En hij blijft nog 4 jaar extra bij de club. De contractverlengingen zijn gelukt. De eerste wedstrijd was tegen Groningen voor de beker. Hebben we 1-2 gewonnen. De tweede wedstrijd was tegen Heracles Almelo. Die hebben we ook 1-2 of 2-1 gewonnen. Dus het waren niet echt de hoogstaande wedstrijden. Ja, die tegen Groningen was gewoon tot in de laatste minuten nog spannend. En die andere was op zich wel redelijk snel in het slot gegooid met de 1-2. Daarna begonnen ze nog wel te drukken. De volgende wedstrijden, we laten het even op de kalender zien, is tegen NAC Breda. Daarna krijgen we de transferperiode van bijna 3 weken. En dan hebben we de wedstrijd tegen AZ en tegen Ajax. Dus als we de stand er even bij pakken, dan zien jullie dat we op dit moment nog steeds eerste staan op doelsaldo. PSV die volgt op plek nummer 2. Op plek nummer 3 op 1 punt achterstand hebben we Feyenoord. En dan hebben we op 7 punten achterstand hebben we Ajax. En op 12 punten AZ. Dus de volgende wedstrijd tegen NAC kunnen we gewoon gelijk blijven met PSV of alvast wat uitlopen op die 2. En dan krijgen we de wedstrijden tegen Ajax en AZ. En dat is dus ook cruciaal voor ons om daar ook gewoon ver weg te lopen. Dat je bijna zeker bent van een top 3 klassering. Dus, maar dat is allemaal voor de volgende aflevering. En vonden jullie deze aflevering leuk? Druk allemaal op dat blauwe duimpje. Abonneer op mijn kanaal als je het nog niet gedaan hebt. En druk gelijk op de notificatiebelletje om alles als eerste te ontvangen in je subbox. En dan zeg ik tegen iedereen bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En ik zie jullie de volgende keer weer. En reageer even om te laten weten wat het is. En misschien hebben jullie nog wel een leuk idee voor een transfer. Waar ik al heel veel mooie namen heb gekregen. Waar we gaan kijken of we die kunnen halen. Een van die mooie namen. En dan zeg ik bye bye.
Doei.